staccato, 2/4 maat in C-mineur en orkestrale bezettingen. Voor eindexamenleerlingen van de HAVO stond er vandaag het vak muziek op het programma. Een eindexamen dat op het Wessel Gansvoort College door 4 leerlingen gemaakt werd. En dat betekende dat vanmorgen om 9 uur de cd met opgaven de cd-speler in ging. Centraal examen muziek HAVO 2013, eerste tijdvak. Waarna de leerlingen zich konden gaan buigen over recitatieven, melodielijnen en drieklanken. Een heel bijzonder examen, ja. En mag dus ook absoluut hier in de buurt van het lokaal geen lawaai gemaakt worden. Dus leerlingen mogen niet hier op het plein basketballen. En wat de leerlingen ook al vertelden, op een gegeven moment werden wij opgeschrikt door een enorme hagelbui hier op dat platte dak. En toen heb ik in eerste instantie de muziek wat harder gezet, maar het ging maar door. En dus toen heb ik het even aan de leerlingen gevraagd, moet ik het stopzetten? Maar dat vonden ze eigenlijk niet. Toen zeiden ze allemaal, nee, gaat u maar door. Ondanks het geweld van moeder natuur waren de leerlingen redelijk tevreden over het examen. Ja, een beetje wisselend. Sommige vragen heel makkelijk, andere heel moeilijk. Dus ik heb geen idee eigenlijk. Wel voldoende, denk ik, maar we zien het wel. Ja, ging wel goed, denk ik. De eerste helft was wel makkelijk. Toen had ik echt een idee van, ja, sommige vragen denk je echt van, waarom zou je dit vragen? Maar de tweede helft zaten er wel een aantal pittige tussen, waarvan ik niet zeker weet of ik die goed heb. Maar volgens mij ging het wel goed. Ik vond wel vraag over dat je moest zeggen welke toon het was of zo. Dat je dat moet horen. Dat vind ik wel heel lastig. Je hebt een aantal, dan hoor je een fragment en dan moet je de noten zeg maar invullen. Dus je moet opschrijven wat er gespeeld wordt. En die vind ik toch wel pittig, omdat je dan word je echt getest op alles. Op je notenbeheersing, op je ritmebeheersing en op je hoe hoog je het kan horen, zeg maar, hoe goed je het kan horen. Wat ik een beetje jammer vond, is dat er wel heel veel interpretatievragen waren. Fragmenten die de leerlingen met elkaar moesten vergelijken en moesten zeggen waarom de klank somber was. En dan kun je heel veel verschillende antwoorden verwachten en dat is soms met nakijken wel lastig. Muziek. We hebben er allemaal wel iets mee. De een met oordopjes in, de ander 's avonds tijdens het relaxen. Dat ene lievelingsliedje of de band waar je fan van bent. Toch zijn er steeds minder leerlingen die voor het vak muziek kiezen. En ook zijn er steeds minder jongeren die lid zijn van muziekverenigingen, waardoor beelden als dit steeds zeldzamer worden. Toen hebben we ook een paar keer het muziekonderwijs in het basisonderwijs besproken. En dat neemt enorm af. Er waren zelfs kinderen die nooit zongen in het basisonderwijs. En dat verbaast mij heel erg. Hoe kan dat? Ik weet niet. Ik weet niet of dat een bezuiniging is. Maar ja, er was vroeger in het primair onderwijs veel meer aandacht voor muziek. Wat je merkt is dat het steeds lastiger wordt. Je moet echt je best doen om mensen te trekken, om mensen aan te trekken voor voor de leuke dingen. En je merkt dat leerlingen veel tijd nodig hebben voor allerlei zaken. Ze willen graag ook sporten, ze willen graag misschien nog wel andere dingen doen. En ja, je moet keuzes maken, dus dat doen leerlingen ook. En dat zie je dus op die scholen ook. En bij ons merk je hetzelfde. Om kinderen op jonge leeftijd toch enthousiast te maken voor muziek, heeft de Grunos Postharmonie een slagwerkopleiding voor kinderen opgericht. Omdat wij zien dat op basisscholen, ja, de scholen zelf moeten keuzes maken en die kiezen niet altijd voor muziek, hebben wij bedacht van dat we de docenten daarin gaan helpen. En we hebben een slagwerkopleiding gestart. Met die opleiding gaan we ook langs de scholen, we geven workshops. En dat wordt door gediplomeerde mensen wordt dat gedaan. En die workshops kunnen dan uitmonden in proeflessen. En als de leerlingen het echt heel erg leuk vinden, dan kunnen ze ook gewoon een jaar lang muziekles bij ons volgen. Aan de leerlingen die vandaag eindexamen deden, zal het niet liggen. Zij blijven muzikaal actief, toch? Ik ga toelating doen bij Amsterdam en bij 2 opleidingen in Enschede. Want muziek heeft jouw passie? Ja, muziek is mijn passie, dat is mijn ding en daar wil ik gewoon verder in. Nou nee, niet echt professioneel zo. Wel gewoon voor mezelf, want dat vind ik leuk. Ik hou van zingen en zo, maar voor de rest niet echt. Dat blijft gewoon bij de familie, zeg maar, en zingen onder de douche. Maar eerst natuurlijk afwachten of de leerlingen een voldoende hebben gehaald. En dat krijgen ze begin volgende maand te horen.